Maandag 24 maart was het tweede bedrijfsbezoek gepland van Club Kaas. De Club Kaasleden konden deze keer kiezen tussen drie verschillende houtbewerkingsbedrijven. De meeste kozen voor Jan Gunneweg. Het was eigenlijk voor het eerst dat we zoveel mensen hier in het kleine bedrijfspandje hebben gehad. En ik vond het fantastisch. Natuurlijk ben je wel een klein beetje zenuwachtig of krijg ik het verhaal wel lekker uit mijn mond. Maar ja, ik vond het ontzettend leuk en dat komt denk ik ook door de sfeer, door de mensen die het zijn. En ja, leuke groep mensen en dat vond ik fantastisch leuk. Ja. Jan Gunneweg en zijn Bowbikes zijn inmiddels over de hele wereld te vinden. Het is de eerste houten fiets die in productie is genomen. Ik denk 98% of zo zijn we achtergekomen. Dat is toch via of aan een bedrijf. En dat komt omdat we bijvoorbeeld het bedrijfslogo erop kunnen lezen. Ik wil graag mensen dichter bij de natuur brengen. Omdat we denk ik toch wel in een soort behoorlijk hectisch leven leiden allemaal. Voor een heel groot deel. En ik denk dat daar in de natuur een soort van nulpunt is. Waaruit we eigenlijk alles weer kunnen herleiden. En wat bij ons heel comfortabel voelt. Ik kwam er later pas achter. Dat wist ik eigenlijk pas 3 jaar terug. Dat mensen met dyslexie een grote talent hadden voor ruimtelijk inzicht. En toen dacht ik, ja, wat is dat idioot? Dat heeft nog nooit iemand mij verteld. Ik heb altijd gedacht dat ik niet kon lezen schrijven, maar eigenlijk niet per se mijn gave. En dat schijnt echt inherent aan elkaar te zijn. Dus ja, als jullie nou eens iets hebben waarvan je zegt, nou, ik kan de bal niet in het doel schoppen, dan moet je misschien gaan zwemmen of wat anders. Als je daaromheen eigenlijk alles creëert en je ook laat inspireren hoe je een interieur in moet richten of lekker op een fiets moet gaan fietsen of dat soort dingen, dan is dat eigenlijk een heel mooi startpunt waaruit je alle antwoorden eigenlijk kan vinden, denk ik. Mooi verhaal, mooie fiets en inspirerende avond. Ik vond het fantastisch inspirerend. Als je hier bent geweest, dan heb je meteen weer een gevoel van, oh, ik moet ook weer nieuwe ideeën maken voor de toekomst. Ik ben vooral onder de indruk van zijn presentatie en hoe gepassioneerd hij dingen heeft uitgelegd. Dat motiveert me ook weer in mijn eigen werk. Wat ik voor mezelf meeneem is dat ik misschien ook meer op die manier in mijn werk moet staan. Dat ik gewoon vooral mezelf moet zijn en dat ik daarmee ook klanten trek of klanten bij me blijven die bij me passen. En ik denk dat dat belangrijk is.